De botsauto's staan nu nog in Annapallona, maar zouden vannacht verhuizen naar Hippolytushoef voor een nieuw weekend met kermis en ze keken er daar al naar uit. Ja, altijd zin in de kermis. Het is een plaatselijk gebeuren. Dat is zeer belangrijk voor Hippo, voor de Wieringen zeggen sommigen, voor ons kroon tegenwoordig, maar zeer belangrijk. Ja. Kijk, voor de jongelui is het gewoon altijd leuk en gezellig, maar als alles afgekapt wordt, nou, dan is het allemaal weg. En dat vind ik gewoon zonde. Ja, en dat lijkt nu wel te gaan gebeuren. De botsauto's mogen hier niet meer staan van de burgemeester. En de rechter vindt dat hij dat mag besluiten. Maar dat dreigt wel gevolgen te hebben. Nou ja, de exploitanten hebben aangegeven dat wanneer het kloppend hart uit de kermis wordt getrokken, en dat is in dit geval de botsautobaan, dat ze dan geen plaats zouden innemen met hun eigen attracties. Omdat het dan ja, financieel gezien de moeite nog was voor ze. De kermis in Hippolytushoef bestaat al sinds 1895. Mocht er inderdaad geen attractie meer komen te staan, dan lijkt de lange traditie verloren te gaan. Nou, dat zal een hele domper zijn. Het is al niet zo groot meer als het vroeger was. Voor zover je vroeger mag zeggen dan. Maar ja, dat zal wel een smet zijn op de kermis zelf. Ja, dat hoort er toch bij. Ja. Kijk, het is niet meer zoals vroeger. Het is minder, maar ja, het moet wel blijven bestaan. Nu staan jullie botsauto's nog in Annapallona. Wat gaat er nou mee gebeuren? Nou, die gaan naar huis. Ik mag niet meer staan, dus we gaan naar huis. Dus dat betekent gewoon geen inkomen.